In Nederland gaan elk jaar zo'n 230.000 auto's naar de sloop. Meer dan 95% van het gewicht van een oude auto krijgt een nieuwe bestemming. Speciale aandacht is er voor de verschillende vloeistoffen die uit de auto komen. We halen alle vloeistoffen uit het autovrak. Denk daarbij aan de olie, de koelvloeistof, de remvloeistof, de ruitensprongvloeistof. En als laatste de benzine of diesel bij een dieselauto. ARN heeft hiervoor speciaal ontwikkelde apparatuur ter beschikking gesteld aan ons, waarmee we snel en efficiënt alle vloeistoffen kunnen afzuigen. De chauffeurs van het bedrijf GS Recycling halen daarna de olie en de koelvloeistof bij ons op voor verdere verwerking. Dat ophalen doet GS Recycling met tankauto's met verschillende compartimenten, zodat de vloeistoffen gescheiden blijven. De chauffeur neemt bij elk bedrijf waar hij vloeistoffen ophaalt een monster om later te controleren op eventuele verontreinigingen. De volle tankwagens rijden naar de verwerkingsfabriek in Sonsbeck, net over de grens in Duitsland. Voordat de tankwagen kan lossen, worden de vloeistoffen geanalyseerd op onwenselijke stoffen. Als de analyse in orde blijkt, dan kunnen de tankwagens lossen en worden de vloeistoffen het productieproces ingeleid. Hier wordt de afgewerkte olie onder andere verwerkt tot basisolie. Deze basisolie kan weer worden gebruikt voor de productie van smeermiddelen. De ontwikkelingen gaan snel. Samen met partners zoals GS Recycling Nederland slaagt ARN erin om steeds opnieuw met innovaties te komen, waardoor de verschillende vloeistoffen steeds hoogwaardiger te recyclen zijn. Uiteindelijk krijgt het grootste gedeelte van de afgetapte vloeistoffen een nieuwe, waardevolle toepassing, zodat zo min mogelijk verloren gaat. Een mooie bijdrage aan de recycledoelstellingen die we onszelf in Europa hebben gesteld.